Goedemorgen allemaal. Het is vandaag vrijdag 21 september. Het is behoorlijk blazerig buiten. Karel blijft te slapen. Ik ga mijn post doen. Ik wens jullie alvast heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Goedemiddag allemaal. Het is nou net 12 uur van 21 september 2018. Ja. Ro heeft al geopend, heb ik gehoord. Hoef ik het dan niet meer te doen? Nee, scheelt weer. Heerlijk. Hij leert het nog wel. Camera te pakken. Ja. Hij leert het nog wel. En dan heel veel gezanik en gezeik van mij. Nee. Niet, toch niet? Nee. Nee. Nou, wij gaan zometeen weer naar ons werk. Ja. Ik wil de mensen die vandaag naar een begrafenis / crematie gaan. Dus vandaag een begrafenis waarschijnlijk. Die is al geweest om 10:30. Maar oké. Heel veel sterkte met het overlijden van mijn oom. Ja. Helaas krijg ik dus niet van gecondoleerd. Nee. Het is mijn moeder haar lievelingsneef. Dus ook mam gecondoleerd. Maar dat heb ik al gezegd. Ja. Maar nu even op heel de wereld. Het gaat nu over de hele wereld heen. Is leuk. Ja, zo gaat het leven. Er wordt iemand geboren, er gaat iemand dood. En ongeluk gaan zomaar door. Net zoals gisteren in Os. Ja. Maar ook mijn leven gaat door. Ons leven gaat door. Dus ja, ik ben maar dat gaat een beetje harder. En ons leven gaat door. En ik ga er niet echt helemaal bij stilstaan. En ja, misschien wel heel even, maar zoals nu sta ik er even bij stil. Maar ons leven gaat gewoon door. Ja. Wij gaan pleiten. En we nemen jullie dus even nou niet mee. Nee, tot vanmiddag. Een hele goede middag allemaal. Het is nu 14:34. Ja. Ik ben nu net klaar van school en ik heb even hondenvoer gehad bij de Aldi. Want ik kan altijd Lucky Dog voor de twee dames. Vinden ze lekker. Ja. En ik heb Ron even aan de telefoon, maar die ligt even hier aan de oortjes. Kijk, aan de oortjes. Altijd handig. Heb ik die niet even hier. Dat vind ik een beetje asociaal. Ja. Dus het was even hectiek op het schoolplein. Maar oké. Okay. Ook dat gebeurt. Hectiek, hectiek, hectiek. Ja. Dus maar wat ga ik vandaag doen? Ja, eigenlijk even vlogs in elkaar bouwen. Ook handig. Ja. Dus en mag wel ook zometeen een paar vlogs even leuk maken. Even, maar hij is nu even thuis wat schoons even droogs aantrekken. Want hij heeft gezweet. Lekker zweet, 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 lucht. Ja, is leuk. Dus, nee, die laat ik eventjes en zo'n ding even doen. Ook wel eens een keertje goed. Elkaar soms een beetje loslaten. Ja, is goed. Ja, dus, nee, ik ga eventjes even alweer een vlogje in elkaar bouwen van 286. Dus, ja, ook leuk. Nou mensen, het trekt hier aardig dicht. Ik heb Ro dan wel aan de telefoon, maar ik heb eventjes even een luidspreker af. Want anders horen jullie dat. Ro is op dit moment erbij Delft. Daar onweert het en regent het al als een demieter. Daar is eigenlijk al, het trekt hier ook al aardig dicht. Dus ik wil het een beetje voor jullie in de gaten gaan houden wanneer het hier gaat onweren. Ja. Ja! Yeah. Ja, daar zat ik weer even voor mijn bureaustoel. Nou ja, niet voor mijn bureaustoel. Ik zit op mijn bureaustoel en ik zit voor mijn laptop. Ja, alleen wat ik nog eigenlijk mis, dat is mijn lampje hier op mijn camera. Ja, dat mis ik. Dus, en wij hebben Lumix Panasonic. Dus heb je daar een tip voor, meld het even hieronder. Want ik mis wel een lampje om iedere keer alles hier bovenaan te gaan doen. Dat schiet ook niet op. Nee. Dus, heb je een suggestie? Graag. Ja, want dit werkt niet. Nee. Nou, mijn ventje is alweer op de terugweg naar Toehausen op de fiets. En ik heb al voor hem al 1, 2, 3, 4, 5 vlogs erin gezet, maar hij mag het nog mooier maken qua fade in en de fade out. En dan de intro en de outro tekst en dan mag je het gaan renderen. Ja, hij mag het nog een keertje gaan renderen. Dan zal ik die even daar neerknallen, jij even naar beneden. En dan is er nog eentje wat nu nog aan het
geüpload bijna is 74% op YouTube. Ja, gaat hard. En die is alweer op 4 oktober. Gaat hard. Ja, 4 oktober. En we zitten nu nog op 21 september 2018. Ja. En ik plan nu al in op 4 oktober, 5, 6, 7, 8, 9 oktober. Dus dit is nog steeds wat ergens voor de 10e. Dus, maar we zijn lekker bezig met vooruitplannen. Ja, dat is voor ons wel lekker. Dus ja, oktober, november, december, hè, mensen. Ja, en dan moeten we ook nog kaarten deze maand eruit knallen. Dus moet nog het een en ander even knippen, zoals dit cadeautip. Ja, dat moeten we sowieso nog even doen. Ja, en dan gaat dat deze week nog de deur uit de kaarten. Ja, dus daar mag ik ook nog even mee helpen om die te knippen. Ja. Dus ja, morgen heb ik niet zo heel veel op de planning. Als het goed weer is, dan help ik Ro. Maar als het klote weer is, dan ga ik even hier in huis aan de gang. En anders bij Ro thuis. Maar ja, dan ga ik daar even aan de gang even schoonmaken. En zondag, dan hebben we ook wat aardig op de planning. Ook wat dingen voor de bruiloft in maken. En ook zijn administratie even een uurtje doen. Dan gaan de hondjes ook lekker even mee even naar zijn huis. Dus eventjes een druk weekend. Ja. Maar we nemen jullie gewoon lekker gezellig mee. Waarom niet? In ons hectiek en van ons leven. Namens Henry en Anna Vera Hummel, ja, bedankt voor jullie uitstekende leuke nummer. Ik heb een leuk liedje en dat gaat jou irriteren. Ik heb een leuk liedje en dat gaat jou irriteren. En jou even irriteren. Ja, is goed. Ik heb een leuk liedje. Irriteren. Ja, je doet je best maar. Dus hem weg. Doe het ding weg. Ik heb een leuk liedje, dat gaat je irriteren. Ja. Nou, doe dat ding weg. Doe dat ding weg. Doe niks. Hi. Hi. Ik zeg nog niks. Ik heb een leuk liedje, dat gaat je lekker irriteren. Jezelf maar eens irriteren. Doe je best maar. Ja, maar dat kan je irriteren. Dus, nee! Nee, 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 nee! Irriteren. Dat is leuk, dat irriteren. Nee! Nee, nee! Nee! Dus, dankjewel Henry en Anna Vera Hummel. Top. Voor dit leuke, irriterende liedje. Dat is inderdaad heel irritant! Ik heb een heel irritant liedje, dat gaat jou irriteren. Wat een irritant liedje. Dus heb je nog meer? Heb je nog meer liedjes, dan ga ik jou irriteren. Ja, is goed. Ik heb een heel leuk liedje, dat gaat jou leuk irriteren. Ik heb een leuk nummertje, dat gaat jou irriteren. Nummer 6. Ja, je eten is klaar. Nummer 0. Ik heb een heel leuk nummertje, dat gaat jou heel leuk irriteren. Ah, oh, en de dames liggen ook zo mooi erbij. Oh, je maakt me zien lucht. Schrik. Maar je had nog iets in de ijskast staan. Wat je eerst heel vies vond. En nu vind je het lekker. Het begint met een G. En het eindigt op embersap. Wat zou dat kunnen zijn? Weet je hoe dat? Schrijf even hieronder. Precies. Ik heb een heel leuk nummer en dat gaat jou irriteren. Oh. Hij is heet!
Nee hoor, hij is niet heet. Nee. Eet smakelijk. Aan de zijkant de pakjes. Eet smakelijk. Dankjewel. Zou je dan voor mij eventjes op dat andere bordje nog spaghetti op willen doen en nog een beetje kaas voor mij? De kaas is op en de spaghetti op. Ha 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 ha. Ja, straks wel, ja. En ik ga nog meer maken, want ik vind hem wel erg lekker namelijk. Hé. Hey. Hé. Hey. Ja, ik vind hem erg lekker. Okay. Je hebt hem in de vriezer, of niet? Nee. Dat? Oh, dat, ja, okay. Dat heb ik nog in de vriezer. Ja. Maar die twee bakken die zijn leeg. Die twee bakken, ja. Okay. En van de spaghetti. Die zijn leeg. Dus ik ga morgen nog wat meer maken. Wat meer? Nee. Jij mag wel trouwens, want dan is je op ook. Ik doe nog wat eventjes wat over jezelf heen. Nee! Over je eten heen. Nee, je doko kwak. Over jezelf. Nou, doe ik dat. Is het ook weer niet. Gewoon helemaal dat hele zakje, alsjeblieft. Heb jij ook nog weer wat? Een zakje over jou heen doen. Zo. Ja, heb je al gedaan. Schud weer. Ja, dan kan die ook weer dicht. Nee, maar dat zeg ik. Ik vind dit wel lekker. Okay. Gewoon lekker makkelijk, maar toch gezond. Gezond en lekker makkelijk. En jij vindt het ook lekker? Ja, een soort van. Mooi. Het is niet uitgesproken vies, nee. Wat ik normaal wel vind van spaghetti dingen en dergelijke. Ja. Maar bij jou maakt het op een of andere manier acceptabel voor mij. Heel vreemd. Ja, is mooi. Ja, en ik denk even wachten hoor. Haha, grapje. Zo, hartstikke mooi. Ja, gaan we het gewoon weer lekker zo doen. Ja, nou, ik denk dus nu weer even lekker aan mezelf. Want ik heb een lekker voetenbadje en die heeft er al gehad. Want Roos is nu eventjes met de hondjes aan het lopen. En ik hoop ook dat het goed gaat met Lovely, want die loopt aardig los 's avonds. Ja. En hij is dus nu even slagroom aan het halen bij hem thuis. En ik laat jullie even zien welke voetenbadje ik heb. Kijk. Dat is een lekker voetenbadje. Dat zeg ik, dit is lekker. Gewoon lekker met driehoek. Heerlijk, lekker warm. Even lekker aan mijn voetjes denken. Heerlijk relaxed. Ik zeg, heb je ook eens een keer even wat ontspanning nodig? Doe dit dan even. Goedenavond allemaal. Het is weer iets na middernacht inmiddels. Kai heeft net een voetbad gehad. En heeft zichzelf een maskertje gegeven. Ook leuk. Ga eens even meekijken. Oeh. Masker van Scheerzaam. Dat geeft rust of wat? Ja, oké. Okay. Hij trekt allerlei rommel eruit. Als je het straks aflast, is het weer helemaal netjes vers en schoon. Je mag alleen niks zeggen. Eindelijk is even stil. Is leuk. Dus, bij deze. Wil ik jullie danken voor het kijken naar deze vlog. Ik wens jullie al een hele goede avond. Als je het leuk vindt, doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op ons kanaal. Laat een leuke reactie achter. En dan welterusten. Tot morgen. En tot morgen.